Hoewel nog heel even duurt voordat de lichten in Miami uitgaan, zijn de weersomstandigheden niet in het voordeel van coureurs die van droog weer houden. Dat komt namelijk momenteel met bakken uit de hemel in Miami. En de vraag is of de stormbuis zal gaan doorzetten. Want ja, volgens diverse weerberichten blijft de kans aanwezig dat het tijdens de race zal blijven regenen. En dat levert toch best wel vaak spectaculaire races op. De race begint trouwens vanavond om half tien Nederlandse tijd. En ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Nou vergeet het dan zeker niet te doen. Druk even op dat abonneerknopje onder deze video. En op die manier ben je altijd op de hoogte van het allerlaatste nieuws. Ferrari heeft ervoor gekozen om de versnellingsbak van Charles Leclerc te wisselen na de schuiver in Q3 van de kwalificatie. Leclerc maakte zich al zorgen over diverse onderdelen na de schuiver, maar volgens nog lijkt het alleen om de versnellingsbak te gaan, zo meldt F1-journalist Adam Cooper. Aangezien het nog binnen de pool zit, hoeven Leclerc niet te rekenen op gridstraffen. Hij maakt in dit geval gebruik van zijn derde versnellingsbak van het jaar, daar waar er minimaal vier zijn toegestaan tijdens één seizoen. Voorafgaand aan het weekend kondigde Ferrari al een wissel van de versnellingsbak aan en na de crash op zaterdag wordt deze nieuwe, waarschijnlijk beschadigde bak, dus weer vervangen voor een nieuw exemplaar. Ja, ondanks het snelheidsverschil tussen de AMR23 van Aston Martin en de RB19 van Red Bull gaat Fernando Alonso er toch alles aan doen om deze Sergio Perez in te halen tijdens de openingsfase van de race. In de Spanjaard is zich van bewust dat de Aston Martin het toch wel aflegt tegen de Red Bull, maar wil simpelweg de race leiden al is het maar voor één ronde. Max zal er natuurlijk ook snel aankomen in de race. Vrij snel verwacht ik. Dus ja, veel dingen om op te letten in de spiegels. Maar we doen onze race. We gaan proberen om zoveel mogelijk punten te scoren. We zullen proberen om checker te passeren in bocht 1. Want we houden ervan om de race te leiden, al is het maar voor een paar ronden. En daarna zullen we zien waar we eindigen. Waarschijnlijk op een positie die we verdienen. Al dus Fernando Alonso. En voor Dr Helmut Marko is het duidelijk waar tijdens de kwalificatie voor Max Verstappen aanschorten. Hoewel de rode vlag natuurlijk niet te voorspellen was, wijst de Oostenrijker na het wachten op de ideale omstandigheden die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat de titelhouder geen rondetijden op de klokken wist te zetten en dus vanaf P9 mag starten. Verstappen koos samen met zijn team ervoor om zo lang mogelijk af te wachten om met de beste baancondities zijn laatste rondje te rijden. Die tactiek pakte zaterdag in Miami niet heel erg lekker uit. Het wachten totdat de baan beter is, hoeft niet altijd. We hadden namelijk de eerste startrij veilig kunnen stellen. Je wil altijd het beste eruit halen. En inderdaad, hoe later je naar buiten gaat, hoe beter de omstandigheden zijn. Maar in dit geval was het niet de juiste keuze. Zo zegt Marco tegenover de Duitse tak van Sky Sports. Vanavond om half tien Nederlandse tijd is het dus tijd voor de Grand Prix van Miami. Wat denk jij dat er allemaal gaat gebeuren? Laat het even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!